Nou, ik zit nu in de auto met Kim, de cameravrouw, naar Amsterdam, want daar spelen we vandaag onze wedstrijd. Oh, het is goed, moet even gaan rijden. Ik heb net een heerlijk ontbijtje gekregen van Kim. Lekker gebakken eitje met spek, echt heerlijk. En een espressootje, even om lekker wakker te worden. En ja, vandaag spannende wedstrijd. Ik denk dat voor ons ook een hele belangrijke wedstrijd. Amsterdam, altijd spannend. En nou, het is ook een hele goede tegenstander. Maar wij willen natuurlijk wel vandaag met 3 punten vandoor gaan om die eventjes mee naar huis te nemen. Ja, ik denk dat deze competitie redelijk gaat. Het is toch altijd weer een beetje wennen aan elkaar. En we spelen sommige wedstrijden heel goed en andere wat minder. En dan vergeten we echt te scoren. Dus daar ligt eigenlijk ons verbeterpunt. En we moeten echt als team gewoon goed gaan draaien. En ik denk dat als dat gebeurt en we scoren, dat we gewoon heel goed zijn met elkaar. Nu dus onderweg naar Amsterdam. Kim, heb jij nog een leuke anekdote of zo over de vorige wedstrijd? Zit ik in een goede baan? Ja. Ja? Niet. Jij wel. Gaan we over snelweg? Ja. Oh, okay. Gaan we over snelweg. Ik net verhuisd naar Amsterdam. Moet nog een beetje de snelste routes ontdekken hier. Maar ik heb een hele goede navigatie naast me zitten. Kim Lammers van alle muizen thuis. Nee, maar goed. We gaan ons nu weer even concentreren op de wedstrijd. En we gaan er een mooie pot van maken. Ik hoop dat het droog blijft. Ik moet zeggen, vooralsnog ziet het er best wel oké uit. Dus, nou, vorige keer met de play-offs met die regen wonnen we, dus dat ja, maakt dat niet waar, uit. Maar ik ben toch, ik had toch liever van droog. Ik had toch van droog. Oké, dus we gaan. Toppie. Doei.